Opnieuw welkom bij TD Facts. Vorige vrijdag nog zat de kleine Kilian van Helmond, een jongetje van 5, te wachten op een donornier die maar niet kwam. Kilian heeft 2 slechte nieren en sinds een jaar moet hij zelfs 9 uur per dag aan de dialyse. Maar dit weekend kreeg hij goed nieuws, een nieuwe nier en dus een nieuw leven voor Kilian. Reportage van Roel Nollet. Deze morgen om 8 uur hebben we telefoon gekregen van het ziekenhuis dat ze een nier gevonden hadden voor Kilian. En dat we dus nu moesten afkomen voor te transplanteren. Goedemiddag. Kilian komt voor een nieuwe nier. Kilian is altijd vrolijk, ook al heeft hij de laatste jaren al meer tijd doorgebracht in het ziekenhuis dan in zijn eigen slaapkamer. Kilian is geboren zonder plasbuis. Tijdens de zwangerschap kon zijn urine niet weg en daardoor zijn zijn nieren vergiftigd. Al 5 jaar leeft hij met 2 slecht werkende nieren. Vorig jaar in oktober is hij gestart met dialyse en dan stond hij echt wel van bovenaan de lijst voor een nier. Maar we zijn toch al ongeveer 1,5 jaar samen op de lijst. Ja. Hopelijk een nieuw leven, hè? Een half jaar geleden hadden de ouders van Kilian dezelfde hoop. Ook toen was er een geschikte nier gevonden. Het is al de 2e keer dat ze bellen dat ze een nier hebben. De vorige keer is dat dan misgelopen omdat hij dan een beginnende buikvliesontsteking had. En dan zijn we terug naar huis moeten komen. Dus nu had ik wel eerst even mijn reserves van oei, het zal toch weer niet mislopen, maar ik was natuurlijk heel blij. Daar is Sophie. Is Sophie daar? We gaan eerst een foto laten maken. Is dat goed? Dat is niet erg, hè? Een foto van jouw buik laten maken. Het was te gevaarlijk om die nier in die besmette buikholte te plaatsen. Dat risico nemen we uiteraard niet. En toen hebben we ter plekke alles afgeblazen en is de nier naar de volgende acceptor op de lijst verhuisd. Voor de operatie zijn er een heleboel onderzoeken. Die moeten bepalen of de dokters de nieuwe nier kunnen implanten of niet. Want dat is ook nu lang niet zeker. Een schortje na. Hoe stel ik eens nu? Even niet bewegen. We starten met een foto van de longen dat wordt gedaan. Klaar, jongeman. Flink, Kilian. Daarna doen we ook een bloedname. We moeten bloed nemen om te kunnen kruisen met bloed van de donornier. We doen ook een kweek van het dialysaat, dus van dialysevloeistof die nog in zijn buik achter zit, want hij krijgt buikdialyse, dus daar zit vloeistof in zijn buik. Dat kweken we om te zien of dat daar zeker geen infectie op zit. Zo, doe maar shaken, shaken. Ja. Shaken, shaken, shaken. Doe maar. Dat ziet er raar uit. Ah, dat is al ene stap gezet en dan straks doen ze dan de kruisproef om te zien of dat hij die nier niet zou afstoten. En als dat dan ook positief is, dan kan de operatie doorgaan en dan zal ik heel opgelucht zijn. Maar ik wil niet. Ik wil niet. Zeg, luister eens. Voor uw nieuw niertje, hè, moeten ze straks al medicamentjes geven. En die medicamentjes die gaan ze nier, maar hier via het infuusje geven. Oké? Okay? Daarom moest je dat prikje ook al hebben. Hè? En dat bloed dat gaat naar het labo. En dan gaan ze kijken, is dat bloed van Kilian helemaal klaar voor dat nieuwe niertje dat op komst is? En doet een tamentje van het ziekenhuis pijn? Nee, dat doet geen pijn. Het is al van bij zijn geboorte dat ze constant bloed moeten nemen, constant onderzoeken. Maar nu merk ik toch dat stilletjes aan tijd wordt dat gedaan is. Want hij begint er zelf problemen over te maken. Kilian heeft in 5 jaar tijd nog geen hap vast voedsel gegeten. Alles gaat via zondevoeding. Omdat hij zoveel afvalstoffen in zijn lichaam heeft, heeft hij constant een vieze smaak in zijn mond.
Een jaar geleden zijn zijn nieren zo achteruit gegaan dat Kilian elke dag 9 uur aan de dialyse moest. Dat is niet alleen zwaar voor hem, maar ook voor het hele gezin. Nee, dat doet geen pijn. We konden nooit op reis gaan, toch niet naar het buitenland. Zwemmen mag hij ook nooit niet doen. Dus ja, familieuitstapjes waren wel beperkt. En daar kijken we wel naar uit dat we echt zoals gezin terug nieuwe dingen kunnen doen. Ook een computer. Bert de Beert heeft ook een computer naast zijn bed staan. Maar ik heb een grote. Je hebt een grote. Ja. Hij weet nog niet echt wat hem te wachten staat, maar elke keer als hij naar hier moet komen, dan is het toch al met een bang haartje. En hier krijgt Bert de Beert een prikje voor bloed. Hij weet dat hij straks naar de slaapdokter moet en dat hij een nieuwe nier krijgt, maar hij weet eigenlijk zelf niet wat dat is, een nier dus. Oké. Ik krijg een nieuwe nier. Ja. Hij krijgt een nieuwe nier. Ja, dat is juist. Voorlopig ziet alles er goed uit. We hebben hem nagekeken en hij is fit en gezond. Hij heeft geen verborgen infecties. De eerste bloedresultaten tonen ook een heel geruststellend beeld. Dus we zijn al gestart met de behandeling. Gert heeft mij gezegd dat de nier er rond 4-5 uur zal zijn. Maar dan begint de kruisproef pas. Hè. Dus het zal sowieso 8-9 uur vanavond zijn. De gemiddelde wachttijd voor een donornier is in België 14 maanden. Erg jonge kinderen krijgen voorrang omdat er voor hen hoe dan ook minder geschikte donoren zijn. Zij hebben natuurlijk een bijkomend nadeel dat zij niet geschikt zijn om nieren van oudere donoren te ontvangen. We hoeden ons er toch wel voor dat een nier van iemand van 60 of 70, die sowieso al wel geen 20 jaar meer mee zal gaan, dat we die bij een kind implanten. Wanneer gaan we naar de slaapdokter? Even wachten. Als het donker is. Geen donker. Nog een beetje meer donker. Kilian is naar een isolatiekamer gebracht. Hij wacht in een steriele omgeving op de operatie. Piet, gaan we nu een schortje al aandoen? Want een nier gaat er bijna zijn, hè? Ah. Ga je een groen berenschortje aandoen of een mega mini roosschortje? De groene? Vanaf nu krijgt hij medicijnen die zijn weerstand verlagen. Dat is nodig om te voorkomen dat zijn lichaam de nieuwe nier zou afstoten. Maar minder weerstand betekent ook dat hij sneller een infectie kan oplopen. En als dat gebeurt, moet de hele transplantatie worden afgeblazen. Er wordt altijd op voorhand een kruisproef uitgevoerd. Dus men kijkt in het laboratorium of het kind de nier niet acuut zou gaan afstoten. Die kruisproef was goed. Dus dat is al een goede start. Maar een afstoting blijft altijd tot de mogelijkheden behoren. Ah ja, oké. Dat is goed. In orde. Goedendag. Het is in orde. Het is gunstig. Ja, nee, wel. Nog geen 24 uur geleden vertrok de nieuwe nier van Kilian vanuit een Duits ziekenhuis met het vliegtuig naar België. Dat transport wordt gedaan door Eurotransplant, de organisatie die de uitwisseling van donororganen coördineert tussen verschillende Europese landen. Vanaf nu moet het snel gaan, want tijdens zo'n transport sterft de nier stilletjes af. Transplantaties bij zulke kleine kindjes, dat is eigenlijk geen routine. Bij volwassenen natuurlijk worden er zeer regelmatig transplantaties uitgevoerd. Maar bij zulke kleine kinderen is dat toch maar sporadisch. De nieuwe nier is die van een volwassene en is minstens 3 keer zo groot als Kilians eigen nieren. Meestal is dat geen probleem, dus bij ons is het gewoonte dat de kinderen minstens 10 kilo moeten wegen voordat ze eigenlijk op de wachtlijst kunnen komen. Net om genoeg ruimte te hebben in de buik om er een volwassen nier bij te krijgen. We gaan eventjes rotten, helemaal draaien. Voilà. Elke keer als hij onder narcose gaat, want het is niet zijn eerste keer, heb ik toch wel schrik dat er iets gaat mislopen. En nu zeker is het een zware operatie. Dus
heb ik wel een beetje schrik aan. Als deze operatie lukt, dan heeft Kilian zijn leven te danken aan iemand die in een Duits ziekenhuis gestorven is. Maar wie dat is, blijft geheim. Je denkt daar wel aan, maar ja, voor ons is het natuurlijk een nieuw begin. En ik ben die familie van de donor heel dankbaar dat ze die stap gezet hebben. Want er zijn veel mensen die die stap niet durven zetten. Dus in dat opzicht ben ik wel heel dankbaar dat ze dat gedaan hebben. Om 12:30 kregen we dan het nieuws dat alles goed gelukt was. En dat zijn nier al goed werkte. Dus dan waren we wel al een beetje geruster. Maar veel slaap is er toch niet meer van gekomen. De nieuwe nier betekent een nieuwe toekomst voor Kilian. Tenminste, als zijn lichaam ze niet afstoot. Hij zal wel zijn hele leven medicijnen moeten blijven nemen. En over 20 jaar zal Kilian waarschijnlijk opnieuw een nieuwe nier moeten krijgen. Maar dat is vandaag allemaal van geen belang. Het is vandaag zijn 5e verjaardag. Ja. Kilian, 5 jaar vandaag, hè? Voor hem misschien een verjaardag in mineur, maar hij zal dat later wel hopelijk dankbaar voor zijn voor zo'n schone cadeau. En Kilian stelt het nog altijd prima. En als het zo blijft, dan mag hij over 3 maanden terug naar school. Zonder al die buisjes natuurlijk. Cohousing is in opmars.